De Rekenkamer van Suriname zal alle ondersteuning krijgen om controle uit te oefenen op het geldbeheer bij parastatale bedrijven. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens een seminar in verband met het 70-jarig bestaan van de Rekenkamer in Suriname. In Ballroom Prince zei de eerste burger dat de Rekenkamer haar controletaken moet kunnen doen, omdat ze daartoe bevoegd is. Niet bij de staat, bij de parastatale. Daar zit het geld wat wij niet zien als staat. Want hoeveel van die bedrijven dragen dividend over aan de staat? Maar waar gaan die gelden? Daar moet een sterk controle uitgeoefend worden. En het zal mij niet verbazen dat u weinig parastatalen zult vinden waarin nog een financieel jaarverslag, een updated financieel jaarverslag is. Een grote uitdaging. En daar gaat u alle ondersteuning krijgen van de regering. Het staatshoofd vindt het vertrouwen van het publiek enorm belangrijk binnen de financiële sector. De Rekenkamer moet dat vertrouwen verhogen. Er moeten overlegmomenten zijn, want u heeft ook net aangegeven dat er hier ook vertegenwoordigers zijn van de civil society. Hoe betrek je hun? Hoe betrek je het volk? Dat ze meer inspraak hebben op het beleid van de Rekenkamer. Wij zullen alles doen om de Rekenkamer verder te versterken, verder te professionaliseren. Ja, voorzitter, die wetgeving is een uitdaging. We moeten heel snel kijken naar de wetgeving, want je gaat geen kader behouden als mensen benoemd worden voor een bepaalde periode en daarna er geen uitzicht is voor die medewerkers. En die medewerkers die zitten ook op leidinggevend niveau, maar laten we gezamenlijk ernaar kijken en alles doen om die zelfstandigheid en die onafhankelijkheid van die Rekenkamer verder te gaan versterken, maar ook de rechtspositie. De positie van het personeel van de Rekenkamer moet volgens de president ook verbeterd kunnen worden. Dit is nodig om het personeel onafhankelijk te laten fungeren.